Goeiedag allemaal. Deze vlog is heel even wat anders, want ik heb de video die je zo meteen gaat zien niet zelf opgenomen. Die heeft een collega van mij opgenomen bij een calamiteitenklus van een vrachtwagen die naast een bovengrondse weegbrug is beland. Wat er precies allemaal gebeurd is, weet ik niet, maar hij is er opgereden, is ernaast gekomen. En hij kon in feite niet meer zelfstandig van die weegbrug afkomen. En daarbij moest er dus een soort calamiteitenklus waar een telekraan te pas moest komen. Nou, wat je gaat zien in de volgende video is niet mijn video, heeft een collega van mij gemaakt. Dus dat is echt super aardig. Maar dan zie je dus in feite hoe dus een telekraan even snel een vrachtwagen van de weegbrug afhijst. En zodoende dat hij weer verder op weg kan. Dus, bekijk de video en dan zie ik je weer naar de video. Slim. Er zit nu wel een bank tussen, dus dat is sowieso omhoog. Ja, dat is sowieso omhoog. Nou, ik moet mijn baan gestart worden, dus ik niet eruit. Maar wie ben ik dan? Ik zit er met een balk aan. De band die zit nu klem in de baan. Oh! Maar dit doen ze wel vaker, dus dat scheelt. Ja? Ook als ze omgevallen zijn of op z'n kop liggen, dan doen wij ook heel vaak ze weer recht zetten. Als dat kan. En als ze nog heel zijn. Dan trekken we wel een beetje meer kapot bij ons. Zij ja. Pijn. En ze proberen hem zo veel mogelijk heel te houden, maar ja, als hij helemaal stuk is, dan is hij al stuk. Ja, dat is ook zo. Of het nou uitmaakt, dat... Ja. Het gaat erom dat hij recht overeind staat, toch? Slim.
Als je per gaat naar een baan kapot. Ja. Hij moet nu wel van ijs. Ja, hij moet sturen misschien aan de rij. Ik denk dat hij er weinig aan bereid, niet? Ik zou dat niet wel, ja. Er zit nu wel een bal tussen, dus hij moet sowieso omhoog. Ja, dat is sowieso omhoog. Nou, ik bedoel, mijn baan staat weer omhoog. Dus ik niet eruit. Maar wie ben ik dan? Hij zit er met een balk aan. De kant die zit in de klem. Oh! Maar dit doen ze wel vaker, dus dat scheelt. Ja? Ook als ze omgevallen zijn of op z'n kop liggen, dan doen wij ook heel vaak ze weer recht zetten. Als dat kan. En als ze nog heel zijn. Dan trekken we wel een beetje meer kapot, hè, jongens. Zij ja. Bij. En ze proberen hem zo veel mogelijk heel te houden, maar ja. Als het helemaal stuk is, dan is hij al stuk. Ja, dat is ook zo. Dus of het nou uitmaakt, dat... Ja. Het gaat erom dat hij recht overeind staat, toch? Ja. Kan hij afgesleept worden? Ja. Oké, okay, misschien kan hij rijden. Ja, als je geluk hebt wel. Dat zeg je goed. We gaan er helemaal niet meer over deze brug in. Nee, snap ik. Nee. Hij rijdt net 2 maandjes. Ja. Heeft hij net 2 maanden zijn rijbewijs? Ja. Bah. Ja. Heel gelopen zijn, maar... De beste gebeurt het. Het gebeurt het, dus... Oh, dat maak ik bezig aan. Dit gebeurt het beste? Dit gebeurt het beste. Ja? Nou, ik vind het een vrij brede brug. Aardig stom als je dit leert, toch? Ja, maar hij heeft een snelweg. Een telefoon, hè? Ja, maar je moet toch gewoon, het is gewoon je werk, ik moet gewoon even opletten. Ja, dat wel, maar ja. Denken hun niet over na en is het plan. We zijn er al heel beetje over hier geweest, hoor, de afgelopen week hier. Ja, dat geloof ik. Je hebt er altijd eentje bij, hè? Ja, maar de beste is er nog niet overkomen hier. Nee, maar dit gebeurt echt wel vaker. Ik zei niks. Maar ik ben zo schaam. Ja, dat is zo. Hè? Ik moet ervan denken, ik ben maar niet aan hier. Ik wel! Hé, hey, ik wel! Nou, ik hoop dat je de video net hebt gezien. Dan ga ik een beetje nu vertellen hoe of wat allemaal. Wat in feite gebeurt. Ik als kraammachinist op dat moment een berging moest doen. Deze berging is wel niet echt spectaculair. Van, oh, hij ligt op zijn zijkant. Alles moet er vanaf, weet ik veel wat. Maar het is gewoon toch nog wel een dingetje waar je in deze situatie toch wel rekening moet houden. Dat het wel rustig moet gebeuren. Nou... Dus de vrachtwagen, of de trekoplegger, is dus naast de weegbrug beland. Hij is dus in feite rechts, schuin, er vanaf gereden, waardoor hij de wielen, of in ieder geval zijn, hoe noem je dat, voorste as, recht op de weegbrug komt. Nou, toen we eraan kwamen, nou, een collega van mij was er al, die had al iets van een plan gemaakt. Ik kwam eraan, nou, hebben we zelf even het plan doorgenomen, hebben we gewichten besproken, nou. Er zat ongeveer 10 ton in de vrachtwagen, wat ze zeiden. De jongens van de weegbrug zeiden van, er ligt 8 ton op de weegbrug. Dus we hadden zelf zoiets van, nou, we gaan ervan uit dat alles, het zaakje, 10 ton weegt. Nou, die hijsoren voor aan de truck, die kunnen best heel wat hebben. Want hij wordt er ook in feite doorgaans afgesleept als het nodig is. Dus we hadden zoiets van, nou, we pakken 2 6-tons hijzerbanden dubbel. Doen we 4 5-tons kettingen boven in de haak. Want we moesten zorgen voor dat er geen extra schade aan de truck komt. Dus om te ook zorgen dat we zo recht mogelijke hoek hebben. Weet wel, er stond iets van zoiets, dus redelijk recht. Zo min mogelijk kracht komt erop.
Waardoor we dus in feite wel genoeg aan hebben om die 10 ton te hijsen. Die vrachtwagen kwam in feite al los rond de zo'n beetje 3 ton had ik hem al in de haak van dat hij dus al ging bewegen. De chauffeur is toen in de vrachtwagen gesprongen, of zat er al in. Hij is van handrem afgehaald, waardoor hij alweer terugrolde van de weegbrug af en van het gebouw af. Want hij stond ook best wel dicht bij het weeghuisje. Nou, toen hebben we nog iets meer verder opgetild. En uiteindelijk heb ik er maar iets meer dan 5,5 ton in de kraan gehad. Nou, dat is in feite best wel het helft van wat we dachten wat we zouden krijgen. En dan denk je nu van, ja, al het hijsmateriaal is toch overkill. Ja, maar ja, je weet niet wat die echt gaat wegen. Er zijn wel van, je weet al, zoiets weegt zoiets, zoveel doet dat allemaal. Dus dan ga je ongeveer een idee van wat het kan gaan wegen. Maar dat die al met 3,5 ton loskomt, was voor mij ook wel een beetje verbaasd. Van, nou, dat ging best wel vlot. Dus, nou ja, goed, uiteindelijk iets verder opgehezen, vrachtwagen rolde naar achter toe. En zodoende was er geen schade te zien aan dus de vooras of de stuuras, hoe je het ook wil noemen. Hij had wat lakschade omdat hij net tegen het weeghuisje was gekomen, maar dat was gebeurd toen hij er zelf vanaf reed. En nu denk je van, ja, maar waarom een telekraan? Nou. Er was best een beetje stress, want die wegenbrug moest weer snel mogelijk open. En als je bergingsbedrijf gaat komen, dan zijn best wel wat hoge kosten bij. Ik heb nummers gehoord van dat er al 2.500 euro wordt gevraagd om überhaupt een bergingswagen te laten komen. En dat is best wel veel geld voor de verzekering. En ook de tijd, want ze wilden zo snel mogelijk weer verder gaan met werken. En nu denk je van, ja, maar meestal heb je twee kanten. Nou, dat klopt, maar een andere kant, die je dus niet ziet, was de weegbrug dicht omdat ze die aan het renoveren waren. En deze tijdelijke brug is normaal een doorgang waar geen weegbrug is. Dus deze was tijdelijk, waardoor de uitgaande vrachtverkeer eroverheen kon om gewogen te worden. En de ingaande vrachtverkeer, dat is waar ik dus stond. En ook al ga je nu vraag stellen van, ja, maar ik ga staan op de weegbrug. Ik sta met mijn stempels buiten de weegbrug, dus dat is ook geen schade. Maar het moest best snel gebeuren. Uiteindelijk, toen ik er kwam en ook weer wegreed, was de hijsklus binnen 35 minuten gebeurd. En dat is best wel vlot, want je moet ook even denken opstellen. Nou, wel eens zoiets van, ja, het is dichtbij, we laten die grote schot even voor wat het is. Om het ook te zorgen dat het bedrijf verder kan. Nou, dit is een beetje samenwerking. Je denkt toch na wat je gaat doen. Het is niet dat je jezelf gaat belemmeren. Vlucht was ook niet om te zeggen van, ik ga hier een hoge stempeldruk krijgen, want ik zat op 6,5 meter vlucht. Dus dat was ook niet heel ver. Dus ja. En uiteindelijk, als je gaat zien, het bergingsbedrijf had een hele grote bergingswagen moeten laten komen. Dat was ook mooi. Groot spul. Er had de klus ook al kunnen klaren. Maar als een kraanbedrijf in de buurt zit, dan kun je op deze manier ook oplossen. En het was puur oppakken, achter toe laten rollen en weer neerzetten. En dat was alles. Dus, dat betreft, ja. En gebeurt het regelmatig? Nee, want dit zijn echt wel die calamiteitenklussen die gebeuren. En het houdt je wel scherp en het blijft ook leuk, want je weet niet wat je gaat doen. En je moet op een goede manier het zien op te lossen. Met verschillende hulpmiddelen, kettingen, hijsbanden en ook kijken wat is de beste manier. Voor de mensen die dit weten, in Nederland hebben bergingsbedrijven ook hun eigen telekraan die dus echt grote bergingen uitvoeren en al dat soort spul. Dus die hebben wel iets meer materiaal dan wat wij hebben. Maar als het op deze manier opgelost kan worden in de regionaal, dan kan het ook. Dus, maar goed. Nou, ik hoop dat je deze iets andere vlog een keertje wat leuk vond. Ja, als het weer een keer gebeurt, dan laat ik het nog een keer zien. Maar ja, die calamiteitenklussen is toch wel een beetje voorzichtig zijn met wat en hoe. Dus, en deze was heel aardig van de persoon die het gefilmd heeft. Dus dankjewel daarvoor. Dus mocht je het leuk vinden, laat een duimpje achter, reactie achter. En vergeet niet te delen als je het wilt delen van
Wat kraan dus ook doen voor het werk. En ja, nou, ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. En ik zie jullie de volgende keer weer. Dus succes!